Sony Media. En daar komen alle pakjes die mensen terugsturen naar Bol. Het waren tienduizenden pakjes die daar terugkwamen. Ik vond het zo ontstellend dat er elke dag weer van die vrachtwagens vol. Ze hadden een lopende band. En dan ik wel 10 mensen aanzaten. En al die pakjes op die lopende band geflikkerd. En dat moest dan allemaal opengemaakt en geïnspecteerd. En de enorme hoeveelheid vond ik indrukwekkend. Maar vooral ook hoe mensen hun pakketjes terugsturen. Ja, het interesseert ze helemaal niks. Nee. Lijkt me. Nee. Dus gewoon half in elkaar getaped en totaal in de vernieling geholpen. Nou, dat niet. Dat ook, maar een stofzuiger die dan vol. De stofzak zit helemaal vol. Oh, ja, gewoon de gebruikt, ja. Schuurmachines waar dan het bouwstof aan zit. Ja, ja, ja. Sekspeeltjes, overduidelijk gebruikt. Ja, dan moet je toch even ruiken aan zo'n ding. Van. Is het kan die weer terug? Ja, ja. Ja. Kan die nog mee voor de tweede ronde? Ja. Ja, ja. Ja, en dan bijvoorbeeld met de kerger eroverheen. Ja, wat echt goor was babyvoeding. Dan was er ergens in de verzender was er iets misgegaan. Dus zo'n pakket met, weet ik veel, 50 van die potjes babyvoeding was er eentje stuk gegaan. Maar tegen de tijd dat terugkomt was het. En dan maak je die doos open en dan zo die op die vliegen. Maar dat is van vooral die vliegen bij die en maden kwamen eruit. Maar dat olvariet, dat stinkt zo onwaarschijnlijk. Weet niet, ja, jij hebt het nooit geroken, Sander. Nou, ik heb het gegeten gek, als kind. Gek is dat kinderen het gewoon wel lekker vinden, maar het is echt hondenvoer. Het is heel smerig. Het is echt smerig, ja. En zeker als het dan een paar weken heeft gelegen, dan ja. Okay, maar dus op zich dat waren de arbeidsvoorwaarden waren daar oké? Okay, of? Het ging allemaal netjes volgens de regels. Het was best heftig. Want ik werkte daar in de winter. En dan kom je daar 's ochtends aan in het donker. En je zit de hele dag in een fabriekszaal zonder ramen. Ja. En dan ga je naar huis en is het ook weer donker. Dus ik zag gewoon geen daglicht. Dagen achter elkaar.